Binnenkort is het terug Black Friday. Het volledige weekend geeft Fujifilm dan heel interessante promoties op zijn lenzen, ook op de camera's, maar de camera's koop ik niet zo frequent als de lenzen. En ik hou meestal wel die promoties in het oog, dus ik geloof dat afhankelijk van de lens krijg je er 50 euro korting, 100 euro korting of 200 euro korting op. Dat zijn zo de kortingen. Zeker voor die dure lens is 200 euro korting zeker mooi meegenomen. Maar ik heb natuurlijk wel al, ik heb niet superveel lenzen, maar ik heb wel denk ik een goede selectie van lenzen. Ik heb voor echt portretfotografie gebruik ik de 56mm 1.2. En dan heb ik een allround lens, de 16-55 2.8, die ik dus echt voor alles kan gebruiken. Die heeft maar één nadeel, het feit dat die vrij groot en zwaar is. En dan heb ik nog, voor filmen heb ik deze die ik hier nu gemonteerd heb, de 18-55 kit lens, dus dat 2.8-4 variabele opening, omdat daar stabilisatie op zit. En voor video heb je niet de allerscherpste kwaliteit nodig. Ik gebruik soms ook die prime lenzen voor video te maken op f2. Nu, van die f2 varianten bestaan er dus ook oudere 1.4 varianten. En van de 35mm heb ik beide, maar van de 23mm daar heb ik alleen nog maar de f2 variant. En er bestaat ook een 1.4 variant van. En ik zou eigenlijk willen weten of dat de moeite is om die... om die er ook bij te nemen. Dus eigenlijk die prime lenzen die ik heb de 23 en de 35 heb ik denk ik, hè. Dat zijn ze. Die heb ik vooral voor het geval dat ik op voorhand weet dat ik de hele dag op 23 of 35mm of op 35mm ga fotograferen. Maar kan ik zo'n compacte lens meenemen in plaats van die zwaardere 16-55. Of een heel uitzonderlijke situatie waarbij dat ik de lichtsterkte nodig heb van een van die twee prime lenzen. Alhoewel dat 2.8 van de 16-55 zeker ook niet slecht is. Dus die twee lenzen die zou ik eens naast elkaar willen zetten om te zien of dat het hebben van die oudere 1.4 of dat dat een voordeel heeft tegenover de recentere f2. Dus als dezelfde brandpuntsafstand, deze alleen een stop lichtsterker. Maar deze heeft daar tegenover wel een heel pak, deze recenter heeft een heel pak andere voordelen. Zoals dat die nog net iets compacter is bijvoorbeeld. Nu, dat is natuurlijk, hangt dat samen met die kleinere opening. Hè. Een lens van f2 kunnen we compacter produceren dan een lens van 1.4 voor dezelfde brandpuntsafstand. Maar die heeft bijvoorbeeld ook weather sealing. Wat dat deze niet heeft, werkt veel stiller in, als het gaat over het autofocus systeem. En ook veel sneller en preciezer. Dus eigenlijk heeft deze lens als enige voordeel het feit dat hem licht sterker is en mogelijk de beeldkwaliteit. Dus aangezien dat de lens altijd kwalitatief beter wordt als die dicht stopt, betekent dat ook als ik deze lens op f2 gebruik, gebruik ik die op de volle opening. Maar als ik deze één stop dicht zet naar f2, heb ik dus een stop. Ik heb dezelfde lichtopbrengst, maar ik heb hem wel een stop kunnen dichtdraaien. Dus zou ik eigenlijk een betere kwaliteit moeten bekomen met deze lens. Ik zal de foto's nemen met mijn... Ik zal hier op zoek gaan naar een paar details om te fotograferen. Het is buiten aan het regenen, dus het kan zijn dat ik binnen blijf. Maar ik ga proberen identiek dezelfde foto's met deze lens en met deze lens maken. En dan zien of dat er veel verschil op zit. Hè. Daar komt het op neer. Ik zal voor de zekerheid de X-T1 gebruiken, dan kan ik verder filmen met de X-E3. Nu, dat is een 16 megapixel camera, dat is zeker een goede camera. Dus die twee lenzen tegen elkaar uitspelen. En ik ga mijn statief ook gebruiken, dan kan ik de camera daar heel vlot opzetten. En dan, als ik dan één foto gemaakt heb, kan ik de lens verwisselen en mijn instellingen laten staan en de foto met de andere lens in dezelfde compositie maken. Dus dan kan ik heel mooi de twee vergelijken. Ik ga deze, wat zal ik doen, deze op f2 fotograferen en deze combinatie van f2 en 1.4 om ook de extra stoplicht uit te spelen. Maar ik zal ze vooral beiden op f2 vergelijken natuurlijk, hè. Dan is dat ook eerlijk. Ik ga ook mijn best doen om wat verschillende situaties op te zoeken.
Dit is nu bijvoorbeeld een plant, een tegenlicht, waarbij dat er eigenlijk van wat er buitenaf zich afspeelt niet veel te zien. Ik zal ook voorbeelden erbij voegen waarbij dat je ook heel duidelijk de achtergrond kunt zien. En natuurlijk allemaal vol open, want dat is hoe je zo'n lenzen wilt gebruiken. Als je die volledig dicht stopt, ja, dan ga je sowieso goede beelden bekomen, maar dan kom ik even goede beelden met de kitlens. Ja, dan is nog previews aan het maken, maar dus als het goed is, heb ik telkens met, hoe staat er, 35 1.4 op 2, met de 35 2 op 2 en met de 35 1.4 op 1.4. Dus ik heb telkens 3 foto's. Ik ga die exporteren en dan kunnen we die gaan vergelijken. Ja, ik heb dus 6 testfoto's. 2 keer van die plant hierboven. 1 keer van ja, de hond. De laatste foto, dat is de 1.4 foto, is niet gelukt omdat ze al was gaan zitten. En sowieso bij die 2 foto's is het een klein beetje anders omdat ze naar de andere kant kijkt. Dan met wat kleur, met wat onscherpte in de verte, met wat onscherpte dichterbij. En die was tegenlicht. En dat was ook met een voorgrond en achtergrond. En dat is gewoon met kleur. Dus we zullen ze naast elkaar zetten. Hè? Ja, en dan nog de foto's natuurlijk. Ik zal de foto's hier verder in de video naast elkaar zetten. Ik zal bij elke foto ook de tekst erbij zetten. Nu, ik denk dat in de video dat moeilijk zal zijn om die te beoordelen. Maar ik zal ook een link plaatsen naar een album, een Google Fotos album, waar je de foto's kunt bekijken als je dat echt interesseert. Sowieso zijn het exports, dus zijn 6 megapixel foto's, komende vanaf de 16 megapixels. Ze zijn eigenlijk al, dat is eigenlijk hoe je een foto op een scherm, op een afdruk enzovoort zou bekijken. Het zijn niet de RAW foto's, zijn de JPEG, zijn bewerkte afbeeldingen. Alleen minimaal bewerkt, ze zijn eigenlijk gewoon geëxporteerd. Ik moet zeggen dat de verschillen tussen de 2 lenzen echt wel super klein zijn. Ja, natuurlijk, als ik de 2 foto's op f2 vergelijk dan. Hè. Uiteraard, als je die 1.4, die extra stop licht nodig hebt, of je moet echt absoluut die maximum zachte bokeh-achtergronden hebben, dan moet je sowieso voor de 1.4 lens gaan, want met die extra stop zie je duidelijk het verschil dat je nog veel zachtere achtergronden krijgt. En je hebt natuurlijk een extra stop licht. Dat kun je niet verslaan met de f2 lens, sowieso. Houd er wel rekening mee dat het niet altijd evident zal zijn om met 1.4 ook op het juiste punt, je moet dat echt op het juiste punt scherp gesteld hebben. Dus als je foto's maakt van bewegende onderwerpen enzovoort, is dat vrij onwerkbaar om op 1.4 altijd de juiste scherpstelling te hebben. Plus dat de 1.4 lens in deze situatie de oudere lenzen zijn die ook vaker die sowieso trager scherpstellen, maar ook vaker verkeerd zullen scherpstellen dan de recentere lenzen. Om die reden, als ik een 1.4 of zelf de 1.2 lens gebruik, ga ik die vaak op f2 gebruiken, om toch zeker de goede scherpstelling te hebben. En als ik die toch op de volle opening gebruik, dan ga ik vaak nog van elke opname dat ik maak, ook nog snel een foto op f2 maken, om zeker te zijn dat als de foto op de volle lensopening mislukt is, dat ik toch nog deze heb. Voor de rest is het dus telkens de 35 1.4 op f2 en de 35 mm f2 op f2. Het zijn eigenlijk die 2 foto's die je telkens naast elkaar moet zetten. En dan wat aan mij het meest op... Het is eigenlijk ja, het is heel moeilijk om te zien, maar ik merk wel dat de 1.4 lens nog net iets mooier, rustiger achtergronden heeft. Dus dat het...
de zachte, kruimerige achtergrond, dat die nog net iets vloeiender is bij die 1.4 lens. Op dezelfde f2 openingen. Gelijk bijvoorbeeld die foto met de plant maar op de achtergrond, de tuin met de glijbaan, dan zie je in die glijbaan op de f2 lens net iets meer detail dan op de 1.4 lens. Maar voor de rest, ja, de foto van de honden is, dat is nog moeilijk qua kleuren. Ja, zie ik niet echt een verschil. Het grootste verschil is echt wel dat de achtergrond net iets onrustiger is bij de f2 lens. En bij die 35 valt dat heel goed mee, maar ik heb al gezien bij de 23 mm dat daar dat onrustige in de achtergrond nog veel meer opvalt. Maar het zijn sowieso twee straffe lenzen, kan ze eigenlijk al twee aanraden. En kan eigenlijk de f2 lens net iets meer aanraden omdat die goedkoper is en eigenlijk beter presteert. Dat kan wel tellen als conclusie, denk ik. Hè.